Miljoenen kilo's oud papier worden jaarlijks in ons land ingezameld en verkocht aan handelaren. Momenteel is er een vernieuwde vraag naar oud papier, met het gevolg dat de prijzen stijgen. En dat maakt het aantrekkelijker om oud papier niet meer in de vuilnisbak te gooien, maar aan de handel aan te bieden. Oud papier wordt een steeds belangrijker grondstof bij de vervaardiging van bepaalde soorten pakpapier en verpakkingskarton. Het wordt in grote kuipen door ronddraaiende scherpe messen op de bodem kapotgeslagen, waardoor de individuele vezels loskomen. Om er nu karton van te maken wordt de brei, sterk verdund met water, over een reeks cilinders geleid, waarop na verwarming en droging het eindproduct ontstaat. Duplexkarton, waarvan we de toepassingen dagelijks onder ogen krijgen. Voor de vervaardiging van krantenpapier en fijnere papiersoorten worden scheepsladingen hout geïmporteerd. Al neemt ook het gebruik van binnenlands hout toe. De kleine stammen worden in ingenieuze schilmachines van de bast ontdaan en vervolgens in spaanders gehakt, die tegenwoordig chips worden genoemd. Onder toevoeging van veel water worden deze chips tussen maalplaten vervezeld tot houtslijp, de voornaamste grondstof voor krantenpapier. Na de vervezeling wordt de houtslijp ontdaan van ongerechtigheden en vervolgens ingedikt. Na nog diverse bewerkingen komt de vezelbrei uiteindelijk op de papiermachine, waar de massa achtereenvolgens wordt geperst, gedroogd en gekoeld. Aan het eind van de machine, die een totale lengte van meer dan 70 meter beslaat, wordt het droge papier op een cilinder opgerold tot een zogenaamde drum. En als die vol is, neemt de nieuwe cilinder automatisch het opwikkelen over. De drums worden tenslotte op verschillende breedten gesneden en zijn dan gereed voor verzending naar de drukkerijen. De grafische industrie is de voornaamste afnemer van papier voor kranten en tijdschriften en allerlei soorten handelsdrukwerk. Vorig jaar verbruikten de Nederlandse kranten alleen al ongeveer 500 miljoen kilo papier. Door het toenemende tekort aan hout op de wereldmarkt krijgen de papierfabrieken meer en meer belangstelling voor het tweede gebruik van papier. En daarmee wellicht voor het derde en misschien wel vierde gebruik. Enzovoort, enzovoort.